Ja, hallo lieve mensen. Vandaag een dat kan toch niet vegan zonder cameraman. Dus je moet het met mij doen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de afgelopen week denk ik meer gedronken dan ik het afgelopen 1,5 jaar in totaal heb gedaan. Dus ik dacht, we kunnen allemaal wel een lekker hangover, snack, broodje, food, comfort food, dat soort shit gebruiken. Dus wat we gaan doen vandaag is een heerlijk broodje gefrituurde kip van oesterzwammen. Dit recept heb ik nog nooit gemaakt. Ik heb het totaal een beetje bij elkaar geraapt van andere recepten. Links in de videobeschrijving. Het is wel echt heel simpel. Als het lukt. Laten we beginnen. Oké, ik heb hier dus oesterzwammen. Ik ga even de meest platte eruit halen. Want ik denk dat dat het beste werkt of zo. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar blijkbaar is dat zo. Want je gevoel is altijd de waarheid. Ah. Zo, kijk nou, dit zo. Dit is nou een chicken burger. Ik begin met de natte, ja hoe noem je dat? God. De natte mix. Oké, tot zover mijn kookprogramma. Ik gebruik daarvoor melk van Root Health. No spon, wel gekregen, maar ik vind deze heel lekker. Ik doe alles een beetje op gevoel. Dus ik ga later wel misschien een beetje zeggen van dit was het ongeveer. Maar je moet ook maar gewoon even goed kijken of zo. Ja. Dit is gewoon het kookprogramma dat als je niet meeschrijft dat het dan gewoon eeuwig verloren is. Dat is ook gewoon een concept. Ik doe hier een beetje appelazijn bij. Gewoon een lekkere scheut. Zo, whisk, whisk, whisk. Mix. Garden. Hoe noem je dat nou? Nou, helemaal lekker. Volgende stap, een beetje zout en peper. Nou, dat moet lukken mensen. Dit kan jij ook. En dan een beetje van je favoriete hete saus. Ik gebruik sriracha, want ik vind sriracha lekker. Maar je kan ook bijvoorbeeld tabasco gebruiken. Chipotle tabasco is bijvoorbeeld een aanrader. Er gaat best wel een goede scheut in hoor mensen. Ik heb trouwens mijn outfit even aangepast aan de mood waar we in zijn met z'n allen. En toen kreeg ik een grapje. Dat is ook live tv hè? Nee, want bij live tv zetten ze wel gewoon hun telefoon uit, Marije. Oké. Ten slotte gaat er nog een beetje baksoda in. Ik doe denk ik, ja, 1 zakje gewoon. Dat is 1 theelepel. Dat is precies mooi. Oeh, het gaat helemaal schuimen. Klopt dat? Holy shit. Kijk nou, het gaat helemaal borrelen. Klopt dit? Ik ben ook zo'n leken. Nou, prima. Niemand ooit dood gegaan van een beetje schuim. Ik gooi dit gewoon erin. Doe ik gewoon, want dan kan het even marineren. Wat ben ik aan het doen? Zo, dus. Ondertussen gaan we de droge ingrediënten mixen. En dat doen we met een beetje maizena. Gewoon, ja, hoeveel is dit? Kijk, het ligt er natuurlijk ook aan voor hoeveel mensen je het maakt. Ik ga nu gewoon 1 portie maken, want ik ben in mijn eentje. Ah. Ik hou gewoon van op gevoel koken. Ik heb geen zin om recepten te volgen. Ain't nobody got time for that, weet je. Nou, ik pak er nog een beetje zout. Oh, die is op. Nou, een beetje kruidenzout dus. Beetje peper. Beetje gerookte paprikapoeder. Een beetje knoflookpoeder. Beetje veel knoflookpoeder. Beetje uienpoeder. Op het thee. Ja, ook gewoon nog wat cayennepeper. Beetje. Neem ruim. Heb ik kipkruiden. Dat is dus echt een goede tip hè, die ik van Lisa Goes Vegan heb geleerd. Je moet gewoon al die kruiden kopen. Van kipkruiden en steekkruiden en weet ik veel wat allemaal. Want dat kan je ook gewoon over je groenten gooien of weet ik veel wat. En dan heb je toch ook gewoon, nou als je dat lekker vindt, heb je een beetje de beleving van vlees. En de structuur van vlees kan best wel goed worden nagemaakt. In ieder geval sommige varianten. Nou, en tenslotte doen we dan nog een beetje bloem erdoor. Ik heb nu kikkertmeel. Wacht, dat is geen bloem. Ik doe gewoon een beetje tarwebloem. Nou, even mixen die handel. Kijk, chefs die zouden dit dus nog zeven. Maar ik ken mezelf en ik ken jullie. En wij zijn daar gewoon veel te lui voor. Ik bedoel, dat ga je toch niet doen? Dan heb je allemaal extra afwas. Je snapt er het nut niet helemaal van. Oké, ondertussen ga ik een pan opzetten met... Ik ga niet deze pan opzetten. Jawel, ik ga wel deze pan opzetten. Ik heb deze Google-pan trouwens gekregen van GreenPan. En hij is echt heel erg fijn. Hashtag gekregen. Ik ben er heel blij mee. Ik zat een tijdje terug namelijk te zeuren over mijn pannen en hoe ze allemaal aanbakten. Nou, deze dus niet. Beetje zonnebloemolie gaan we gewoon verwarmen. En deze jongens gaan nu door de mix. Ik ga nog even een keer mijn handen wassen. Ik ben echt benieuwd dat mensen nu meer gaan commenten. Jammer dat Max niet deze video filmt en commentaar levert. Of blij dat Max er niet bij is. Want de meningen zijn er altijd nogal over verschillend. Ze lopen uiteen. En die doen we dan zo echt helemaal. Moet die echt helemaal... Gewoon echt... Er mag geen kiertje meer zijn wat niet besmeurd is. Nou, en dat herhalen we dan even je vingers. Nou Marije, hoe weet je nou of zo'n pan heet is, of de olie heet is bedoel ik? Nou, dan komt er dus dinges vanaf. Oké. Kijk, eigenlijk moet je dit natuurlijk frituren, maar dat doen we niet. En ja, ik ben dus ook wel benieuwd of het in de airfryer kan, maar dat... We gaan het gewoon even zo proberen, want dit is gewoon makkelijk. Nou, terwijl dit lekker bakt, maak ik even het broodje klaar. Had ze plaats. Oh, ja. Oké, ik ben zo benieuwd. Ik ga dit gewoon zo erop draperen. Ik had er eigenlijk nog even wat ijsbergsla of zo op willen doen. Maar ja, het moet maar even zo. Oké, de taste test. Wacht even hoor. Oké, dit komt misschien niet als een schok, maar gefrituurd eten is vrijwel altijd lekker. Zo ook gefrituurde champignons, want... Holy shit! Dit is zo lekker! Kijk, je hebt nog een beetje die oesterzwam, zeg maar, dat vlees... waarvan je echt wel kan zeggen... Nou, dat zou bijna een soort van mal stukje kip zijn. En dan gewoon in dat gefrituurde jasje trick je jezelf gewoon in dat het gewoon hartstikke lekkere gefrituurde kip is. En hij is ook precies pittig genoeg. Dat heb ik echt goed gedaan. Ik kan je niet vertellen hoe ik het heb gedaan, maar oh. Dit is echt een groot succes. Je moet dit in huis hebben de volgende keer dat je een kater hebt, want zo makkelijk, zo lekker. Het is niet per se voedzaam of wat dan ook, maar dat boeit je toch niet dan. Wel beter trouwens om iets met voedingsstoffen te eten als je een kater hebt. Maar goed, dat terzijde. Even een disclaimertje. Sommige hapjes zijn echt zo zacht dat het bijna lijkt alsof ik een broodje kroket aan het eten ben. Kijk, ik ben natuurlijk benieuwd wat de nuchtere Nederlander hiervan vindt, maar ja, die is er even niet. Dus ja, jullie moeten het hiermee doen. Ik zou zeggen, probeer het uit. Ik ga ongeveer het recept nog wel in de videobeschrijving zetten. Probeer het uit. Laat me weten wat je ervan vindt. En laat me ook weten als je recepten hebt die ik moet uitproberen voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken.